Ich habe meine Ohren. Trouwens, MK4 liggen tot aan de powerplant, Mark. Daarna op dit moment nog MK1 of 2, weet ik even niet wat ik er nou neer geplant heb. We hebben het allebei nu in de main base. We zijn al computers aan het produceren trouwens. Oh, dat is nog een behoorlijk stuk.
Geen idee. Oh, wacht. De crash site. Oh, was ik. Ah. Gaat ook niet. Je doet me. Oh, wacht. Wat? Even kijken. Is één. Een drietje.
Dan zien we er maar in. Dat is wat te merken. Gevolgd. Oh. Om die weg. Sterven. Jij ook. Zo. Rust. Zit er iemand. Nou, laten we dat ook even meepakken. Niet zo van toepassing.
poison. Not much. Gosh. Dan verwacht. Oh, heerlijk, kijk. Dat was goed. Laat wat geld voor. Heer. En een klein stukje voor de huis. Nou, een klein stukje weg. Hmm.
die twee enige. Dat het een hele slimme route was. Nee, wacht. Au. Ah, ja. Oké. Wat maakt dit spel leuk om te doen? Even kijken, andere frames maken we nog niet. Nee, daar ben ik nou voor bezig. Daarvoor moet ik overclockers hebben. Om van niets proberen alles te maken uiteindelijk. Je begint eigenlijk met decks en dan word je...
Dus van niets uitzien te vogelen hoe je je fabriek steeds groter kunt maken, omdat je bepaalde dingen nodig hebt voor je questen. Ik ben aan het wachten tot je op Steam komt. Als het goed is dit jaar. Nee. Nou, solo is je ook hartstikke leuk. Tuurlijk, met meerdere maakt dit de zaakjes makkelijker, want je kunt taken verdelen. En tot zeker is hoogte ook wel leuker. In deze playthrough eigenlijk Mark, waar ik mee samen speel momenteel, die wel zorgt voor de stroom. Probeer de productie allemaal een beetje in orde te krijgen, moet ik zeggen. Dan was ik even op zoek naar die slugs. Aangezien ik mijn productie moet proberen, maar ik heb niet meer ons. Jou zie ik. En ik zie daar een waterval. Een matsom. Oersom. Ga je weer niet naar beneden springen. Die waterval wel in water trekken. Au. Uranium. Ja, dus water daar beneden. Nooit veilig naar beneden kunnen. Bijna. Dat is China. Bijna, dan loop je tegen de klep aan. Daar is radiation. Au. Au, nog meer radiation. Nog meer radiation. Ook zo'n kleine veld. Laat maar even. Dank.
weer langs deze video's. Oké. Okay. Is dit water? Dit is een gat namelijk, uit de wereld flikt. Spider. Oké. Kijk niet wat ik even heen wil. Gaat alleen dat gewacht naar beneden. Ja. Daar heb ik zelf niet zo'n probleem met spinnen. Ik weet dat er hoop figuren zijn die het wel hebben. Ik heb dat voor de zekerheid gewoon aangezet. Was ik net. Rondje gelopen. Dan zit ik hier natuurlijk weer hoog boven de grond. Dus, kun je die katten zien heel stuk beter. Dat maakt het echt stiekem ook wel makkelijker. Wah. Zichtbare muren raken. Daar achter mij aan. Nee, maar anders. Dat had ik natuurlijk beneden. Waarom mag ik jou niet mee? Ja. Er staan een paar meer. Hoeveel van die zooi moesten we hebben voor de research? Of ben je niet meer daar? Research.
Oh, radiation. Oh, level radiation. Healing. Zo'n powerplant, hè? Zo vlug komen natuurlijk. Goed, Mick. Dan zorg je dat ik beneden flikker. Maar gewoon mijn spullen ophalen. Mooi. Overheen. Oei! Maar dat is onze olie. Spierpijn en ik heb vandaag niet eens wat gedaan in Beat Saber. Wel de hele dag in onhandige posities gelegen. Maar even. Dat maakt het iets niet uit. Op 2 dagen dat ik wel een beetje wel natuurlijk. Na, can't touch me.
Jo. Let's just talk. En dan kunnen we weer een pop overklokkers maken. Is nucleair goed? Ik ga er wel vanuit, zover zijn we nog niet, dus geen idee. Het is slecht voor je hit points, maar...
goed. Dat en ik begin er langzaam vol te lopen. Wacht. Waar zo door is. Dus. Zijn er een paar. Verder zo. Ik kan. Ja, daarachter natuurlijk. Kan ik. Oh, is hier. Alvast Sam 31. Was dat ook Nederlands? Oh, Engels. Hey, lach.
Oh, wacht, je hebt even control units gebruikt er 1 per minuut. Zo. Oké. Platform. Oh, dit is van de makers van Elite Dangerous. Althans, Unity. Sorry. Je laat de hele lijn zien. Oké, dat is duidelijk. Dat betekent 30 per minuut. Betekent dat ik er hebben om aan die 240. Twee keer breed moet zijn. Yes. Breed. Zo.
20. 2. Nodig. Zijn. Dat zou betekenen dat er 180 offers zijn om rots te maken. Of ik moet kijken om alleen de rots te produceren die we nodig hebben. Hebben we dat alternatief gehad? Dat is 15 keer 15. Zijn er 3 geeft 120 seconden. Mijn ISP heeft zwaar volgens mij. Ja, jullie krijgen dat straks ook zwaar, want ik heb mijn encoding even eentje terug moeten zetten, omdat de deeltijd aan het storten was. Om een of andere reden dus. Dat is heel vervelend. Neem aan dat je al een keer geprobeerd hebt wat te resetten, dat dat geen verschil maakt. Heeft de televisie ook problemen? Oké. Want je zult IPTV hebben. Um.